Het ministerie van Economische Zaken is namens de regering een lening aangegaan met de Wereldbank ten behoeve van het project Suriname Competitiveness and Sector Diversification SCSD. Het doel van het project is om onder andere in samenwerking met de toerismesector te onderzoeken wat de sector nodig heeft. Volgens minister ad interim van Transport, Communicatie en Toerisme Dinota Forswijk heeft de verdere ontwikkeling van de toerismesector een hoge prioriteit binnen de regering. Toerisme genereert inkomsten niet alleen van de toeristen zelf, maar ook de gerelateerde industrieën zoals hotels, restaurants en andere lokale attracties. Onder deze regering zijn er verschillende belangrijke acties ondernomen om de sector verder te ontwikkelen. Acties zoals de goedkeuring van de Suriname Tourism Authority Act en Tourism Framework Act, maar ook het organiseren van trainingssessies, branding en marketing inspanningen. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en het ministerie van Economische Zaken en PIU hebben gezamenlijk inspanning geleverd om dit belangrijk moment te bereiken. Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken geeft aan dat de lancering van dit project een keerpunt in de toekomst van Suriname markeert. De bewindsvrouwen onderstreept dat het SCDS-project meer is dan een economische interventie. Het is een belofte van deze regering aan het Surinaamse volk. We staan er niet bij stil hoeveel wij als Surinamers betalen om naar het buitenland te gaan, terwijl wij een hele mooie binnenland hebben. Ik kom pas van het binnenland. Eerst heb ik bewust mijn kinderen naar het buitenland gebracht. En daarna, toen ik terugkwam, heb ik ze naar het binnenland gebracht. En ik heb ze gezegd, kijk waarvoor we hebben betaald. En kijk wat wij hebben. Het is die waardering dat wij aan onze eigen Suriname moeten geven. En dat missen we soms. Als onderdeel van het SCSD-project zal er een Tourism Value Chain Analysis en Development of Local Tourism Consultancy worden uitgevoerd.